In deze instructievideo geef ik u uitleg over het batterijsymbool weergegeven op uw EVO Home bedieningsinterface. De EVO Home bedieningsinterface is standaard uitgerust met twee oplaadbare batterijen die vanaf de fabriek al zijn gemonteerd. Die oplaadbare batterijen bereikt u door het afdekkapje aan de bovenzijde van het scherm los te klikken en op deze manier ervan af te kantelen. Het batterijlipje dat vanaf de fabriek is aangebracht verwijdert u op deze wijze, waarna het symbool van de batterij zal verdwijnen of een oplaadsymbool laat ze zien. Is het batterijsymbool zichtbaar, dan zal waarschijnlijk de netvoeding niet goed zijn aangesloten. Dat simuleren we even op deze wijze. Als het batterijsymbool getoond wordt op deze wijze, dan is de netvoeding niet goed aangesloten. Controleer dan of de netadapter in het juiste stopcontact zit en of in de tafellader de aansluiting goed is aangedrukt. Nou, is dat het geval, dan zal bij een goede oplading het batterijsymbool verdwijnen. Eventueel weergegeven met een laadsymbool. U kunt dan het afdekkapje weer terugplaatsen. En uw EVO Home bedieningsinterface is weer klaar voor gebruik.